donker. Het is nog fucking vroeg trouwens. Hoe laat is het dan? Kwart voor zes. Kwart voor zes? Ja. En wat waren we op? Kwart voor half vijf? Dus het is nog lekker donker. De temperatuur is nog wel aangenomen. Volgens mij is de kapitein bezig met onze boot. Klaar te maken. Even een rijspilletje erin gegooid, want ik weet zeker dat we kotsmisselijk worden. En dan gaan we vissen. Een zeilvis vangen, hoop ik. Marlijn, misschien. Tonijn. Je kan nog eten. Je kan nog lachen. Ja, maar... ik kan nu nog lachen. Ik weet niet hoe het straks is als er dikke golven en weet ik veel. Ik heb geen idee wat me te wachten staat. We hebben 2 uur gevaren. We hebben 2 uur gevaren? We hebben 2 uur gevaren. Echt? Ja. Gewoon om 6 uur. Het is nu 8 uur bijna. Dus we hebben nu 2 uur gevaren en de eerste lijnen gaan in het water. Dikke makrelen hangen eraan. Onze kapitein. ¿Todo bien? Todo bien. Dit is goed hoor. Okay. Probeer hem alleen weg te houden bij die motor, zeg maar. Dus aan de zijkant van de boot. Ja, je bent al een minuutje of 8 bezig. Het is even anders, hè? Je bent er bijna, kom op. Hij zit je gewoon te fucken, hij zit er gewoon de hele tijd aan het... Oei! Wat een sterke kutvis, hè? Draaien, draaien, draaien. Oh! Oei! Yes. Oh ja! Woe! Yes.
Voilà. Nieuwe plek, allemaal visboten hier. Super veel dolfijnen. En er schijnt hier dus echt een zieke school tonijn te zwemmen. Hengels die zijn al opgetogen net onderweg. Dus die gaan nu snel het water in. Ah, kijk. Ja, zee. Pakken. Oppakken uit die steun. Juist. The way. It's gone. Oh ja. Yeah. Gone? Ja. Yeah. Yep. Serieus, net op een nieuwe plek. We spelen er twee achter elkaar. Gewoon hier in de deur. Ik wil net gewoon een zeilvis, jongen. Springt echt 10 keer de lucht in het beest en schiet los. 5 seconden later staat Minou weer met een kromme hengel. Hoppa! Het is wel doorvissen. Ja, het is wel doorvissen. En het is spierpijn. Ik ken het hoor. Oké, Minou dacht even dat ze een dikke vis aan de lijn had. Maar het zit al aan de oppervlakte. En ja, wat is het nu? Het is een schildpad. Het is een schildpad. We vangen even zeeschildpadden hier. Lange slam. Naar achteraan. Er zit in zijn vinnetje gehaakt. Ja. Ik ben echt zeer uit. Dit is het! Oh. Echt, het stikt hier van de dolfijnen. Heerlijk, heerlijk. Ben je gewoon naast de boot, onder de boot, nog net niet in de boot.
weg is aan. Ja? Ja, hoor. Ja, oké. Okay. Oh, vis! Dit is niet normaal toch? Dit is toch niet normaal? Maar ik weet niet wat jij aan de lijn hebt, maar volgens mij is het best groot. Het is nog ver. Ja, het heeft aardig wat lijn gepakt. Jezus! Moet je er kijken joh, dat zijn er gewoon honderden man. Nog hier nog meer hè? Schatje, je staat op film met een hengel in je hand met dolfijnen op de achtergrond. Ja. Dat is jouw droom, hè? Lekker bezig. Lekker bezig. Weet je al wat eraan hangt? Tonijn. Naar achter. Hoppa. Wordt ook gegeten op de boot. Een zieke sandwich trouwens. Wat er gebeurt. Tussen lunchdoor pakken we allebei even tonijnen. Trekken we gewoon allebei gelijk even later. Neem me serieus, net allebei de laatste hap van ons broodje. Ja, en dan gaan twee hengels af. Ja. Actie. Ja, dat is niet genoeg. Zou wel klein. Nee, ik kon ook niet. Ja, even gouden hengels er weer in. Volgens mij gaan we nu weer door die schooltonijn heen. Wat zei?